Noordin Bukhari stond vanmorgen al op een wit laken, vers ingevlogen uit Istanbul, waar hij een naar avontuur bij Kassim Pasa achter zich liet. In Turkije zat alles tegen en dus wordt het leven van Bukhari in Breda alleen maar mooier. Nou ja, op één ding na dan. Koud. Nou nee, ja, wel leuk dat ik hier toch eventjes mijn conditie op pak en hou. En ja, wie weet wat er daarna nog meer volgt. Bukari is als voetballer een beetje in de vergetelheid geraakt. Hij werd kampioen met Wisla Krakau in Polen en keerde daarna terug naar zijn club in Turkije. Maar daar kreeg hij geen salaris meer. En speeltijd kon Bukari helemaal vergeten. Ja, toen dacht ik, ja, ik heb kampioen geworden, dus maak ik toch goede indruk. En dan uh, kom je terug. Ja. Is er weer een ander trainer die, uh, die het niet in je ziet. En, uh... Geen salaris, geen minuten, uh, raak je verbitterd? Ja, natuurlijk, het, uh, het, uh, het is anders. En, uh, ja, je wordt er wel uh, moedeloos van en dan uh, ja, kom je tot een keuze. En, uh, ja, nu heb je het in de handen van de FIFA gegeven. Nak wil Bukari nu op amateurbasis aan de selectie toevoegen. En dat zou dan alweer de derde keer in zijn carrière zijn dat hij het geel-zwarte shirt gaat dragen. Ja, ik wil sowieso uh, mezelf laten zien en, uh, en dat de mensen nog weten wie Nordi Bukari is. En, ja, het gevoel is sowieso goed bij Nak. Ik heb hier uh, goede tijd gehad. En, uh, kijk, als je ergens gewoon een goed gevoel bij hebt en dan. Uh, ja, dan keer je daar uh, makkelijk uh, weer terug naartoe.